Het WK-journaal, Doi Fjouwer. We zitten in Nije Hotel. Door een strakke actie van de KNKB, mooi de organisatie van het Roodkampioenschap, zitten we in het Nije Hotel. Zien taxis en in jelle tijd winnen we van het ene hotel nooit het andere hotel. Dat weer midden in de stad, je past al een hele drukke dikje midden in de winkelstrijd, maaier, drukte, karaoke bars om je heen. Nou, toeterende automobilisten. Nou, en ben door in het hotel dat we al hier of hier in een geheel hier van de kamers heel horig. En nou ja, het eten, we hadden er ook nog eten, maar nou, daar winnen we ook net al te vrolijk hoor. Als wij een goede WK-keertje willen, dan kunnen wij ons keertje net ontwaren om in zo'n locatie te zetten. Prachtig mooi. De PC-koning van 2000 Sundje, Onatjasa Keertsen. Het variant dat hier in Pasto spelen wordt. Normaal gesproken een competitie. Ook op het Roodkampioenschap wordt dit variant spelen. Ook de Nederlanders zullen daarom mooi doen. De records zijn verschillend. De mensen die het voorsteen, die hebben een roen record. En die hebben er geen stalen aan waar ze mooi uithelen kunnen. Het lijkt het enorm zwier, maar ik denk dat het vooral een heel soort techniek is. Ze pakken een heel soort uit de draaiwaai. Ja, ik denk vooral de timing dat heel belangrijk is bij dit speeltje. Ja, het is wel een zwiere batchie, nou, tennisracket. Daar lijkt het er wat op. Maar het is wel 4 of 5 kilo. Ja, komt wel op een bullen, jongen. Na de demonstratie van het Chassa traint het Nederlandse team nog even op het Largus. Trainer Maarten Veestra over de dag van morgen. Ik verwacht hier in ieder geval een heel gemotiveerd team. Die zin heeft om een bal te slaan. En als je naar de pool waarin we zitten, ja, dan hebben we gewoon echt foto aan de bak. Want we zitten bij de ploeg uit Valencia in de pool. Dus ja, er moet morgen echt wel wat gebeuren, ja. Als het laatste EK-shirt in Maubeuge derde binnen stap maakt in het internationaal spul, hoopst dat dat trots zet? Jazeker. We zijn toen we een heel onervaren team. En ja, en nu ben je gewoon een team die gewoon ervaring heeft. Ja, net zozeer in het internationale spel, maar wel in de internationale keert. Dus je weet wat de druk is en wat er van hun verwachten wordt in die wedstrijd. En we zijn natuurlijk 2 uur 4 in de training, dus ik verwacht helemaal wel wat van die man. Ja.